Dag op 4. Vandaag bij rekenen gaan we met elkaar kijken naar blok 3, week 3, les 3. Pak vast de les voor je en ook de andere spullen die je nodig hebt. Dus bijvoorbeeld je wisbordje, je schriftje en een pen en een stift. Dan pak ik ook even de les van vandaag erbij. Kijk met mij mee. Wat gaan we leren vandaag? Wij gaan vandaag oefenen met de maanden van het jaar. Wij gaan met elkaar kijken op een kalender en hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar. Kijk met mij mee bij opdracht 2. Zet de maanden in de goede volgorde. Als je nadenkt, zitten wij nu op dit moment in het eerste van het jaar, de eerste maand van dit jaar. En als je weet welke maand dat is, schrijf die vast op. Dat mag op je wisbordje, dat mag in je schriftje, mag je zelf kiezen. Jij gaat hier uiteindelijk de eerste tot en met de laatste maand in de goede volgorde zetten. Misschien heb je thuis wel ergens een kalender hangen. Daar mag je dan ook zeker gebruik van maken. Dat zou ik ten zeerste aanraden. Oké. Kijk met mij mee. Hier heb ik bijvoorbeeld een kalender. Ik heb januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december. En dit zijn alle 12e maanden van ons jaar. En hier hebben we nog een keertje november in het klein. Zoals je ziet, heb je ook getalletjes hier staan. En die zijn wat lichter. Dat zijn de getallen van de vorige maand. En hier van de volgende maand. Omdat niet elke maand precies van 1 tot bijvoorbeeld 30 duurt. Soms hebben ze 31 dagen. En soms maar 30. En er is ook een schrikkelmaand. Dat is altijd in februari. Oké, pakken wij vast opdracht 3 erbij. Kijk met mij mee. Kijk op de kalender. Hoeveel dagen heeft de maand november? Wij beginnen bij het eerste getal die donker is. En die staat hier. Dat is de 1, dus 1 november. Ga maar eens tellen. Je mag de vakjes stellen, maar je kunt ook kijken tot waar is het getal donker. Bij B, hoeveel woensdagen zijn er in november? Nou, ik ga eens even kijken. Ik zie dat 31 is licht, dus die tel ik hier niet mee. Dan heb ik 7 november, dat is de eerste. 14 november, dat is de tweede. 21 november, dat is de derde woensdag. En 28 november is de vierde woensdag. Kan dat hier precies zien. Het is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ga zelf maar eens kijken. Op welke dag valt 6 november? Op welke dag valt 16 november? En 1 november is op een puntje, puntje, puntje dag. En 18 november is op een puntje, puntje, puntje dag. Dat ga je nog zelf even uitzoeken. Daarna pak je je rode werkboek erbij. En gaan wij kijken naar opdracht 4 en opdracht 5. Op bladzijde 23. Oké. Opdracht 4 in je werkboek. Vul de lege vakjes in. Wij hebben het met elkaar al gekeken naar een heleboel kalenders. En in deze kalenders die je hier voor je ziet, missen wat getallen. Er zijn een paar oelewappers geweest die dachten, nou, we gaan de kalender maken. Maar die zijn wat dagen vergeten. Nu moeten wij die zelf in gaan vullen. Ik zie dat dinsdag is 1 januari. Woensdag is 2 januari. Donderdag is 3 januari.
Vrijdag. Het zou vrijdag dan zijn. Na 3 januari komt 4 januari. Dus dan vul ik in het vakje een 4 in. Dan is zaterdag 5 januari. Zondag is 6 januari. De nieuwe week krijgen we 7 januari. En zo tellen wij verder. Dat doe je ook bij februari. Denk goed na over wat ik verteld had bij de grijze cijfertjes, bij de lichte cijfertjes. Dat betekent dat die dagen horen nog bij de maand ervoor in dit geval. Dus wij beginnen op vrijdag met 1 februari. Dan is zaterdag 2 februari. En zo ga jij verder. Kijk mee bij opdracht 5. Lees de kalender. Kleur de week. En dan mag je een kleurpotlood verpakken. Kleur de week waarin 5 december blauw. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Kleur de week waarin 5 december valt blauw. Er is 1 week waar 5 december in valt. En dat is al aangegeven met het woordje hier. Misschien ken je wel een feestje dat wij vieren op 5 december. En die ga je blauw kleuren deze hele week. Er is ook een week waarin wij kerst vieren. En die week maken we rood. Nou, en C en D ga je zelf nog lekker proberen. En dan denk ik dat we hem wel hebben gehad voor vandaag. Lieve groep 4, ik zou zeggen, lekker aan het werk gaan zo. Ik zie jullie waarschijnlijk, of jullie zien juf Christel, juf Helen of juf Imke nog vandaag. Ik zou zeggen, tot snel en heel veel succes. Zijn er vragen, dan kun je die straks stellen aan de meester of aan een van de juffen. Veel succes!